gasten, Gamo's hier, welkom bij een nieuwe Brawl Stars video. Zoals jullie weten heb je elk weekend een mega gevecht. En dat is eigenlijk al 2 jaar lang zo. En elk weekend is het eigenlijk weer hetzelfde. Er is niet echt iets nieuws, maar er is verandering in gekomen. Want je hebt nu een nieuwe map. Als het goed is, volgens mij is deze nieuw. Als deze niet nieuw is, dan heb ik iets heel erg fout gedaan. Maar volgens mij is dit een nieuwe map. En we gaan spelen met de knokker Jesse in deze map. Want Jesse is natuurlijk veruit de beste knokker als mega knokker. Maar omdat je nu nog wat meer ruimte om je heen hebt, denk ik dat Jesse nu nog beter is geworden. Dus dat is helemaal insane. We gaan testen en we gaan kijken of we een keertje mega knokker kunnen worden met Jesse. En daarna ga ik ook nog een keertje aan het rad draaien. En dan ga ik met de random knokker proberen mega knokker te worden. Dus in totaal wil ik 2 keer mega knokker zijn in deze video. En met die random knokker die ik dan ga spinnen, ga ik ook gewoon de hele tijd potjes doen totdat ik een keer mega knokker ben. En het kan heel lang duren, maar het kan ook heel snel gaan. We gaan erachter komen. Maar als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 2, 3, 4, 5000 likes. Het zou allemaal heel nice zijn als dat gaat lukken. Support je mij een beetje mee, dan helpt het gewoon om het kanaal iets te laten groeien. Dus word gewaardeerd en vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En gebruik natuurlijk de code BOUS in de Brawl Stars Shop voor eventueel de Brawl Pass als je die natuurlijk gaat kopen. Maar laten we maar beginnen met Jesse. En dan ga ik dus daarna aan het rad spinnen en dan gaan we kijken welke knokker ik dan krijg. Ik ben erg benieuwd, maar eerst gewoon 1 keer mega knokken zijn met Jesse is sowieso al heel nice. We beginnen niet. We moeten tegen een Shelly. En de reden waarom ik ook met Jesse ga spelen is omdat Jesse eigenlijk beter is geworden. Die doet nog meer damage. Bij de vorige update doe je meer damage. Die Shelly die geeft het gewoon op. Nice. Nou, dan wordt dit een lekker snel potje. Maar Jesse is dus nog beter geworden dan dat hij eigenlijk al was. Want je doet nu gewoon extra damage. Hier kunnen we even deze aanzetten. En dan gaan we die Shelly helemaal snel neerkrijgen. Oh, nu gaat hij in 1 keer wel verdedigen. Ja hoor, zul je altijd zien. Yo, dit is echt niet helemaal makkelijk potje op deze manier. Helemaal als hij het zo snel gaat opgeven. Maar of gaat hij nu dan wel verdedigen? Ik heb geen idee wat hij nu doet. Ik kan nu mijn super neerzetten. Oké, top. Nou, in ieder geval, dit was chill. Maar Jesse doet dus nu extra damage als wat hij eerst deed. Je hebt wel een nadeel dat na elke shot dat hij 25% minder damage doet. Maar als mega knokken maakt dat niet heel veel uit. Omdat vaak die tweede en derde shots niet raak zijn. Dus je doet qua eerste shot wel veel de extra damage. En die tweede en derde shots maken dus niet heel veel uit. Dus daarom denk ik dat Jesse nog beter is geworden in deze game mode. Wat trouwens ook nice is, is dat ik nog wat extra grote dozen vrij speel. Want deze video is dus in het weekend opgenomen. Hij komt na het weekend online. In ieder geval, de nieuwe Brawl Pass is al uit. Maar op dit moment nog niet. Maar die dozen zijn altijd welkom. Maar ik laat lekker de hoogtepunten zien. Ik laat gewoon, op het moment dat ik mega knokker ben, dan zien jullie me weer. En in de tussentijd laat ik een beetje de hoogtepunten zien van de potjes die ik daartussen speel. Oké, we zitten ondertussen met de Crow te spelen. En Crow doet het op zich ook wel redelijk. Misschien dat we dit nog net gaan halen. Misschien wel, we hebben nog 16 seconden. Dan is hij wel heel erg in de buurt gekomen. Dit was nog een hit. En oké, we hebben hem uiteindelijk wel. We hadden nog 12 seconden over. Maar het is best wel lastig. We zaten volgens mij ook nog met clubgenoten. Phoenix, of is dit een andere? Die zou wel eens bij mij in de club kunnen zitten. Ah, nee, dat niet. Hij zit wel, hij komt wel uit Nederland. Ik heb daar iemand in mijn club een keer gehad die ook zo heette. Nou, kan ook iemand anders zijn. Maar oké, nog steeds geen mega knokker. Hopelijk zijn we nu dan wel mega knokker. Spanning sensatie, nee. We moeten tegen een 8-bit. En je hebt zoveel Jessies. 2 Leon Spike hebben we nu ook. Maar ik ben er wel achter gekomen dat deze map inderdaad nog beter is voor afstandsknokken. Die Crow is gewoon lastig om te raken. En ik denk dat 8-bit ook heel goed gaat zijn, omdat hij ook een afstandsknokker is. En het wordt allemaal gewoon nog moeilijker hier zo. Nou, 8-bit gaan we ook wel makkelijk pakken. Dat was ook nog niet erg moeilijk. Dan hebben we tot nu toe elk potje wel gewonnen. Dus dat is wel lekker. Want hij heeft nog 4%. Ja, dat gaat nooit meer lukken. En het chill is ook wel van Jesse dat je zeg maar die super of die turret van 8-bit kan raken. En vervolgens... Oh, ik heb hem gekild. Nice. Maar vervolgens kan je zeg maar daarna hem alsnog raken. Dus dat is wel heel relaxed. Maar misschien dat we nu mega knokken kunnen zijn. Ik heb nu al... Hoeveel potjes heb ik nu ondertussen al gespeeld? Ik heb er al 3 gespeeld. Dus 3 achter elkaar. En normaal gesproken zou je onder 6 potjes een keer mega knokken moeten zijn, omdat er in totaal 6 spelers zijn. En jammer, hier zijn we dan. Mega knokker. Oké, nu eens kijken of ik dit kan winnen met Jesse. Ik heb hiervoor dus 3 potjes gedaan. En toen was ik niet de mega knokker. En toen heb ik elk potje gewonnen. Dus dat betekent niet heel veel goeds eigenlijk. Maar we gaan eens kijken wat hier terecht van gaat komen. 4 hits doen. Oké, dat waren in ieder geval mooi 2 kills. Dat is chill. En nu even hier. Oké, dat waren ook 2 mooie kills. Oké, dit gaat goed, dit gaat goed, dit gaat goed. Oké, ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat ik mijn super daar de hele tijd hou. En hier zit nog een Shelly. En daar moet ik echt voor uitkijken. Die Shellys die zijn echt heel gevaarlijk. Oké,
Hier even richting die Leon. Ik ga even naar de andere kant. Want dan komen hun zo meteen via die andere kant. En dan kunnen ze mij niet vinden. Of in ieder geval, dan moeten ze even omlopen. En die Shellys kunnen wat moeilijker hier naar me toe. Dat is ook chill. Maar als die eenmaal dichtbij zijn, dan is het wel echt gevaarlijk. Oké, met Gadget erbij. En overleven tot de max. En hierna doen we dus even de random knokken. Maar eerst moet ik dit nog even halen. Oh, die Leons zijn ook heel vervelend. Er komt zo meteen een Leon naar me toe, 100%. Er was er inderdaad eentje. Oké, hier weer even mijn super. Ik ga tot nu toe wel echt lekker, man. Ik heb nog vet veel levens. En ik heb nog een minuut over. Ja, Jesse is sowieso een van de beste knokkers hier. Dit is niet eerlijk. Dit is echt niet eerlijk. Oké, drop die Colt. Die moet ik ook even hebben. Maar Colt kan alleen wat damage, veel damage doen als hij echt heel erg bij je zit. En die Jesse kan eigenlijk alleen maar damage doen op het moment dat hij zijn super heeft. Anders kan hij ook geen damage doen. Oké, hier mijn super weer. Even Gadget erbij aan. En dan heb ik ze zo allemaal. Maar dan gaat hij gaat veel te snel kapot. Oh, nu zit ik wel een beetje in de problemen. Eerste keer dat ik echt wat damage tegen kreeg. Eerste keer. Oké, maar dat is ook nog niet heel erg. Ik moet nu even uitkijken. Ik ga hier even naar de andere kant. En dan ga ik die Colt even pakken. Zet ik deze Gadget even aan. En hopelijk kan ik dan die andere Jesse pakken. Maar nog 14 seconden over. En ik heb de helft van mijn levens nog gewonnen. Easy, easy. Ja, Jesse blijft gewoon ver weg de beste knokker. Ook hier in deze map. Echt gewoon niet normaal. Check dan hoe makkelijk dit is gegaan. Echt, en die vorige pandjes allemaal gewonnen, zeg maar, als één van de vijf knokkers. En deze heel makkelijk gewonnen als mega knokker. Nou, dat blijft dus overduidelijk. Jesse is en blijft de beste knokker hier in deze map. Sterker nog, ik denk dat hij nog beter is geworden. Maar we gaan ook nog eventjes met de random knokker spelen. Dus ik ga aan het rad en met die knokker wil ik één keer mega knokker zijn. Dus ik ben benieuwd welke knokker ik ga krijgen. Byron! Oké, dat is wel leuk, want het is ook meteen een nieuwe knokker. Dus dan gaan we met Byron spelen en dan probeer ik dus ook mega knokker te worden met Byron. En dan ga ik kijken of ik kan winnen. Maar ik denk dat het best wel kan werken. Helemaal met deze of Byron super zacht vuur dat hij 9 seconden... Oh, dat maakt niet zo fout. Maar met deze kan je zeg maar door tegenstanders heen schieten. En je kan je natuurlijk met je gadget jezelf healen. Dus ik denk dat Byron best wel een hele geschikte knokker was om te spinnen. Ben ik benieuwd of ik meteen mega knokker ben? Nee, dat zou ook wel heel bizar zijn geweest. Maar ik doe hetzelfde als net. Ik laat dus lekker de hoogtepunten zien van deze potjes. En dan vervolgens zien jullie me weer als ik dan echt zelf mega knokker ben. Maar in de tussentijd krijgen jullie dus ook updates. Oké, dit potje wordt niks. We hebben hier allemaal mensen die zitten te spinnen. Ja, ik wil wel aanvallen, maar je hebt hier een El Primo en een Rosa die niks doen. Dus dat is een beetje balen, waardoor we dit sowieso niet gaan halen. Dit is nu onmogelijk. Want nu is het 3-1 eigenlijk. Want er zijn 3 die willen vechten en 2 die doen helemaal niks. En dan ga je natuurlijk nooit winnen op die manier. Nee, dit wordt inderdaad niks meer. Maar alsnog, hij heeft nog maar 24% en we hebben maar met z'n drieën lopen aanvallen. Die Rosa en El Primo hebben niks gedaan. Dus dat is wel ziek. We waren nog wel echt in de buurt. Als die andere twee hadden meegeholpen, hadden we het sowieso gehaald. Dus ja, ik tel deze niet echt mee. Die zaten sowieso samen te spelen. Maar we gaan gewoon lekker door. Want ik wil met Byron dus ook een keertje mega knokker zijn. Dat is nu nog niet het geval. We moeten tegen een Shelly. En volgens mij is de Shelly iets om neer te halen wel redelijk makkelijk. Want helemaal als Byron kan je gewoon over afstand blijven. En als Colt en Dinah natuurlijk ook. Dus ik denk dat dit wel goed moet komen. Oké, deze Shelly zit serieus gewoon te spelen. Maar het lukt hem echt niet. Hij heeft nu nog maar 19%. En we hebben nog een minuut te gaan. Dus dit gaat hem net nooit lukken. Dit is echt heel ziek. We hebben gewoon bijna binnen een minuut die Shelly neergehaald. Terwijl dat hij echt, zoals ik al zei, gewoon probeert te spelen. Het is echt niet te doen voor hem. Nee. Bijna binnen een minuut. Dus bijna binnen de helft van de tijd. Oké, maar als het goed is moet ik wel een keer in de komende potjes een keer mega knokken worden. Ja, zoals ik al zei, om de 6 potjes als het goed is. Maar we hebben nu 2 potjes gehad met Byron. Dus het kan, maar het hoeft natuurlijk niet. Nou, deze hebben we ook makkelijk gewonnen. Ja, het is niet zo moeilijk. Maar het frustrerende is dat ik nu alweer best wel wat potjes heb gedaan met Byron. Maar bijna nog steeds geen megaknokker ben geweest. Maar misschien dat het nu gaat gebeuren. En anders skip ik gewoon alle potjes die ik tussendoor heb. En dan skip ik in één keer... Oké, ik skip het gewoon. Ik ga gewoon net zo lang door totdat ik megaknokker ben. En dan zien jullie me weer. Want ik heb geen idee hoe lang dit nog gaat duren. Maar ik hoop niet te lang. Want anders staan we hier zo meteen een half uur op te nemen. Voor eigenlijk nog één potje als megaknokker. Dat zou best wel zonde zijn van de tijd, om eerlijk te zijn. Oké, even een korte update. Ik heb het even bijgehouden. Ik heb ondertussen 18 games achter elkaar gedaan met Byron. Ik ben geen één keer de mega knokker geweest. Ja, ik zal er even doorheen scrollen. Voor degenen die je terug willen tellen, volgens mij waren het er 18. Het zouden er ook 17 of 19 kunnen zijn. Het zou kunnen, maar ik scroll er even doorheen. Dit is niet normaal. Waar was het eerste gevecht met Byron? Oh, hier was ik nog steeds. Hier had ik gewonnen met Jesse. Toen ben ik begonnen. Dus ik ben al een half uur lang achter elkaar aan het spelen met Byron. We hebben wel veel van die potjes gewonnen. Dat is dan wel weer een voordeel. Ook wel
een paar verloren, maar dat maakt niet heel veel uit. Maar het lukt me maar niet om meegeknokken te worden. Hoeveel potjes heb je nodig? Normaal zou het officieel 1 op de 6 zijn. Omdat er 6 spelers zijn, moet je 1 keer op de 6... moet je meegeknokken zijn. En net op het moment dat ik begin te zeuren, ben ik meegeknokken. Eindelijk is het zo bij. Yo, hiervoor heb ik dus echt ziek lang moeten spelen. Gewoon een half uur achter elkaar. Alleen maar met Byron. Oké, ik weet alleen niet of dit iets gaat worden. Dan hoop ik wel dat ik hier een beetje goed ga spelen. Zo heel veel damage doe je trouwens niet eens. Zie ik nu. Dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. Het voordeel is wel dat je jezelf kan HP bijgeven. Maar dat was ook met 300, zag ik net eventjes. Moet hij nu even uitkijken voor wie? Oh, deze Edgar, die kan nu ook damage doen. Ja, ik denk dat dit toch niet een heel goed idee was. Hier zo lang voor moeten wachten en moeten spelen. En dan gaan we meteen verliezen. Dat zou toch wel een beetje het balen zijn. Ik had trouwens wel mijn gadget natuurlijk aan doen. En met mijn super doe ik ook wat extra damage. Die B is heel irritant. Die moet ik even heel snel zien te pakken. Die Edgar die loopt voor die B om te hitten. Oké, hier even mijn super. En die Shelly die heb ik dan wel. Maar nee, dit gaat niet goed komen. Want we zitten al over de helft van mijn levens. En B doet veel te veel levens. Ah, en hij liep net weg. Oké, nu gaat hij eindelijk dood. Hè? Oh, dat duurde echt veel te lang. Oké, ik kan mijn gadget... Oh nee, er zat nog een Edgar. No, ik dacht ik kan eventjes schuilen in de bosjes. Dat vond ik hem ook niet. Zo lang moeten wachten en uiteindelijk maar voor eigenlijk helemaal niks. Mortis die gaat nu het klusje klaren. En 41 seconden had ik dat nog over. Byron is als een van de 5 knokkers wel goed. Maar als, zeg maar, grote knokker niet. Eigenlijk bijna de enige potjes die we ook hebben verloren. Dat was tegen een Jesse. Oh, hier hadden we toevallig gewonnen tegen een Jesse. En hier ook tegen een Jesse. Eigenlijk alle potjes die we verloren was tegen Jesse... Tegen alle andere knokkers kan je bijna gewoon winnen als 5 knokkers. Als iedereen actief meedoet, win je altijd. En tegen Jesse verlies je altijd. Eigenlijk is het best wel een hele rare game mode op deze manier. Maar hey, Byron, geen goed idee als mega knokker. Daar zijn we dus nu wel achter gekomen. Maar dit was voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later aan. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk. Even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!